zo eens gezien. We zijn in Fantasialand aangekomen. Vragen binnengekregen via de Jaap. Hallo mensen van Monster. Vandaag ben ik jarig en ik ben momenteel 19 jaar. Vraag je al drie kwartier te tanken. Oh, ik moest even een intro opnemen. Wie hebben we op de knop drukken? Mag ik op de knop drukken? Maar we moeten dus gas tanken, want de red de anus is verlegen. Dat ding zuigt 1 op 2 of zo als een tank. Dus let's get it. Hij doet het niet. Maar waar gaan wij vandaag heen als verrassing? Wat ik zogenaamd nog niet weet. Fantasialand. Nee, ik ga naar de airport. Zo, de Rept heeft precies 100 liter gas erin. En nu komt het enge eraan. Dat is loskoppelen. Moet je opletten, wat een knal dit geeft. Dat stinkt, jongen. We gaan daar overnachten trouwens. Dus het wordt één groot hel. Want ik laat even zien met wie ik allemaal samen ben. Het wordt geen pretje. Romy! Je lacht erbij toch altijd uit met mijn passie? Ja. Wauw. En we zijn nog samen met Monster Dad. Hoi, hoi, hoi. En de Repte Anus. Want we hebben er allemaal zin in. Ja. Ik moet plassen. Ga plassen daar. Spring maar achter die heuvel. Hoi. Een nieuwe vlogger, Monster Dad. Wat is jouw vlogkanaal? Zoals je ziet, zijn wij aangekomen en of niet, jongen? Ja. Oh, Monster Dad. Monster Dad. Wauw, wauw. Maar wat een jaar, zo'n jaar, meneer. Wij zijn aangekomen in Fantasialand. Daarachter is het park. En het hotel zit letterlijk naast het park. Dus we kunnen door het hotel in het park gaan. Echt een sprookjes. En dan komt dit mormel eraan. Het is echt een sprookjesbos hier. Niet normaal. Veel te veel glinzer, glans en alles. Ik wil crossen. Wow, dit is echt heel dik. Dit is echt heel dik. Is dat water warm? Je weet dat ik dat echt zou doen ook, ja, hè? Nieuwe straattaal. Wat heb je geleerd? Focadera of zoiets? Ewa Fokka. Dat is ook ouderwets. Ja, best wel leuk. Wel hard gedischt. Hard gedischt. Maar ten eerste, voordat wij het park ingaan in Fantasialand en de dikke achtbanen ingaan, moeten wij even de rukbunker bekijken. Dit is de kamer. Zet er gelijk lekker voor, ja, Romy. Kerel. Wauw. Oh, dat is gewoon een dubbelbed hier. Dat betekent, ik ga niet bij Romy slapen. Warzone in het dubbelbed. Dus we hebben hier een dik dubbelbed. We hebben hier een randebiel. We hebben hier de badkamer. Wauw. Halleluja. Dit is kei vet, gast. We gaan even naar het park toe, dus let's get it. Ladies and gentle peeps, wij zijn in Fantasialand aangekomen. Of niet, Monster Dad? Zeker. Altijd, of niet. Ja, je hebt een bevestiging. En we zien hier gewoon sneeuw liggen. Is dit echt sneeuw of... Dit is echt sneeuw. Wauw. Ik gelijk mijn plaagding weer aanzetten. Nee, niet. De eerste achtbaan waar wij in gaan. Rijk. Ik weet niet wat het is, maar we gaan het gewoon proberen. Zo, super dik. Ik heb trouwens een sound effect van de Taron. Letterlijk in bijna elke bronnenachtervolging video. Heb ik een sound effect van een achtbaan in Fantasialand. Dit was de kortste rit ooit. Ja. Deze rit duurde letterlijk 10 seconden maar. Is echt niet gezond. Zo kort op deze achtbaan. We gaan nu echt naar de dikste achtbaan toe en die heet de Taron. Daar, die vind jij eng. Nee. Oh, daar ben ik helemaal Romy aan het bang voor maken. Dus, het wordt heftig. Het is zo dik als je hier naar voren kijkt wat een rails je allemaal hebt. Kijk dan dit hele spoorrail hier. Super dik. Wij gaan nu eerst naar show toe en dat heet de Golden Varen. We zien het wel. Het is wel super dik hoe ze dit allemaal hebben versierd. Hoe is het mogelijk dat je zo'n park moet versieren met lichtjes? Dan moet je sowieso even de credits erbij hebben voor de mensen die dit doen, maar dat magnifiek. Per boom, per muur. Gast, is niet gezond, jongen. Zoveel. Een film nu die we gaan doen, dus leuk 4D. Nou, de 4D film was prachtig. We gaan nu even de rielsje. Er zijn nog maar één achtbaan in geweest die maar 10 seconden duurde. Dus wat gaan we doen? Achtbaan. Ziet er heel dik uit hier. Al die lichtjes, hoeveel werk ze hier aan hebben gedaan. Zo, hey. Nou, we hebben dus iets lekkers erbij. Ja. Weer even stil zijn. Ik probeer een vlog op te nemen, je gaat de hele tijd doorheen. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Tot nu het beste gedeelte. De rolletjes worden gemaakt, zoals jullie zien. En dan de derde en vierde. Romy. Hallo. Hallo, Romy. Ik ben aangekomen in het hotel en ik moet jullie even wat vertellen. Er is wat gebeurd, wat ik eigenlijk nog helemaal niet eens heb verteld in deze vlog. Dat is... Ja, ik ben vandaag jarig. Hoe oud ik ben geworden?
19. Ja, ik ben net zo oud als haar nu. Besef, Romy is ouder als mij. Ik ben 19, Romy is bijna 20, de 18e van januari. We hebben wat vragen binnengekregen via DM, want als je nog mensen nog niet volgt. Monster Tule, laagstreepje, zeker volgens strijders. Hoe oud ben je? Ik ben 19, bijna 20. Vraag nummer 2, hoe heb jij Monster Tube ontmoet? Hij vroeg mij Insta op Centraal Station. In Monique? In Monique. Op school? Nee, tussen Centraal en school en. Bij hoeveel abonnees heb je mij leren kennen? 110.000. 110.000, weet je precies zo'n aantal? Nee. Schat 6.000 abonnees? Ja, ik weet nog wel dat jij helemaal bijna schreeuwend huilend naar mij toe kwam. Dat je die 10.000 op je achterhoofd had. Ja, dat klopt. Ik had mijn 10.000. Dat had ik dus mijn achterhoofd geschoren met 10.000. Liep ik op school mee. 100.000 gaan we kaal trouwens. Hè? Nee. Weet je trouwens nog niet. We gaan iets veel dikkers doen bij 100.000. Dus zeker abonneren. Volgende vraag. Kont of tieten? Billen. Billen dus. Oké. De schakelbrommer of de zip? Of de Thomas? De zip. Kijk, ik vind de schakel ook heel mooi, maar dan moet ik nog even het lef hebben om achterop te zitten. Ik ga poepen eerst. En dan gaan we zwemmen. Dus het volgende shot wordt lekker in het zwembad. Dan hebben jullie exclusieve content. Nou, we hebben een spoon te pakken. Mascara lekt helemaal uit. Let's see. Let's see. Dat is gewoon de Conjuring film. Oh. Dames en heren, er is iets fantastisch gebeurd, zo is het te zien. Ik heb weer een bloedneus. Er is een ongeluk gebeurd. Oh, lekker dit. Weer een heerlijke bloedneus. Zoals we altijd hebben. Dat, ik weet niet waarom, ik heb de laatste keer zoveel bloedneuzen. Echt, dan was er een periode in de zomer dat het gewoon niet was. En nou gewoon continu weer wel. In de winter, maar dat komt weer dat warmteverschil en koudverschil. Zou jullie even een like kunnen geven om mijn bloedneus over te laten gaan? Monster Dad, bommetje. Monster Gang, omdat jullie strijders zijn, exclusieve shots. Hier komen ze. Ik heb 2 tampons in mijn neus. Omdat jullie straks zagen dat ik een bloedneus heb. En wat ik serieus al doe is een tampon in mijn neus houden. Dus hierbij. Auw, bloedneus. Bloedneus. Ja, nu heb je wel een bloedneus voor. Ja, omdat het zo hard eruit ging. Kijken. Hier heb ik een bloedneus. Kom Ruud dan. Wingardium Leviosa. Oh. Jongens, ik zeg bij deze, ik ben nu een keertje met een meisje op vakantie, maar we blijven doorgaan met de crossvideo's. Want de volgende video's komen dikke achtervolgingen aan en gaan we met de boys natuurlijk crossen. Dus het is één keertje dat ik met deze mevrouw ben en dan gaan we weer crossstrijden. Nou Monster Gang, volgende vlog gaat een super dikke vlog worden. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer voor mijn verjaardag, dat zou ik super top vinden, want ik ben 19. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.